Een hele goede middag en leuk dat jullie er allemaal al bij zijn op Facebook en YouTube. Onze extra uitzending van Unieuws over het coronavirus op televisie begint zo meteen over 2 minuutjes. Ja, vandaag praten we natuurlijk over de lockdown en misschien ook alweer een klein beetje voorzichtig hoe we daar straks weer uit moeten komen. Ja, dat doen we met niemand minder dan onze kersverse burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Ja, en heb je nou vragen aan haar over de lockdown of over haar burgemeesterschap? Ja, dan kun je ze bij ons stellen. Maar Carolien, ze komen allemaal bij jou binnen, die vragen. Dat klopt zeker. Dus de vragen kunnen gestuurd worden via de mail naar corona@rtvutrecht.nl. Maar ook via Facebook en YouTube in de comments. Dus stuur je vragen en dan krijg ik ze hier binnen. En dan zorg ik dat ze naar jou gaan, naar de tafel. Zo is het. Het is een beetje bureaucratisch, klinkt het zo. Technisch komen ze hier binnen. Ik geef ze weer door, maar hier aan tafel. Zoals aangegeven zit dus burgemeester Dijksma. Wendt het al? De titel burgemeester. Ik moet nog wel heel even wennen. Dat mag ook nog, hè? Maar het gaat vast heel snel. 2 dagjes is het inmiddels, geloof ik. Klopt, ja, absoluut. Nou, we praten zo meteen verder. De vragen kunt u dus nu al stellen. Die komen bij Carolien. Ik loop even achter de kerstboom langs. Want ja, zoals jullie wel gewend zijn, inmiddels doen we het nieuws uit de provincie Utrecht ook vanaf hier. Dat begint over iets meer dan een half minuutje. Ja, en blijf lekker kijken. Het nieuws uit de provincie Utrecht dus als eerste. Daarna de burgemeester van Utrecht. En alle vragen over de lockdown. Hoe zit het nou in Utrecht? En wat zou u of wat zou jij nou graag willen van onze burgemeester? corona@rtvutrecht.nl of gewoon hieronder in de comments. We zijn zo bij jullie met het laatste nieuws. Mogelijk toch woningen in Polder Rijnenburg. En al ruim 70 skeletten gevonden in Vianen. Goedenavond, u kijkt naar Unieuws. Het kabinet moet Utrecht dwingen om toch woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Reijerskop. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, dat daarvoor een motie aannam. Dat zou betekenen dat er geen windmolens en zonnepanelen in het gebied komen. Iets wat Utrecht graag wil. Ja, als er woningen komen, ja, dan moeten er natuurlijk ook goede wegen en goed openbaar vervoer naar de polder komen. Dat kost alles bij elkaar miljarden. Geld dat de gemeente Utrecht niet zomaar ter beschikking heeft. Dus dat is ontzettend veel geld en dat is hier niet, ligt niet zeg maar, voor de hand. Daarbij vinden wij het ook, het lijkt het ons heel onverstandig als het ministerie via aanwijzingen ruimtelijk ordeningsbeleid zou gaan voeren. Want ja, dan kan de minister daar een dagtaak aan hebben straks. Maar goed, een meerderheid van de Kamer wil dus wel woningen daar. Maar de minister moet uiteindelijk de beslissing nemen. Nou, er werd nog meer besloten in de Tweede Kamer. Zo wordt de omstreden verbreding van de A27 bij Amelis-Weert niet uitgesteld. Via ook een motie probeerden linkse partijen het kappen van bomen tussen Utrecht en Bunnik tegen te houden. Ze vinden dat er nog te veel onzeker is over de kosten en over stikstofregels. Daarom wilden de partijen extra onderzoek. De Tweede Kamer verwierp de moties. En verkeersminister Van Nieuwenhuizen kan vooralsnog dus doorgaan met haar plannen om de snelwegen rond Utrecht te verbreden. En nu de scholen de komende weken dicht blijven, zijn er weer heel wat laptops nodig, zodat kinderen thuis lessen kunnen volgen. En hier op basisschool De Schakel in het Utrechtse Overvecht moeten 250 kinderen na de vakantie thuis les krijgen. Maar bijna niemand daar heeft een laptop. Een aantal raadsleden kwam daarom vanmiddag langs om een filmpje op te nemen. Met de hoop dat Utrechters willen helpen door een laptop beschikbaar te stellen. Wat is er nou belangrijker dan dat kinderen zo vroeg een gelijke kans krijgen om iets van hun leven te maken? Dus dat is ontzettend nodig. Maar ik hoop ook dat door deze actie de bewustwording is. Kijk, heel veel mensen in Utrecht zijn hoogopgeleid, hebben het goed, maar dat geldt niet voor iedereen. En als we daar bewuster van zijn en ook kunnen zorgen dat we elkaar dan helpen, ja, dan is dat ook iets heel moois. Gaan we naar Vianen. Want de unieke vondst van skeletten daar in Vianen blijft de gemoederen bezighouden. Inmiddels zijn de resten van 75 mensen ontdekt. En zij leefden vermoedelijk in de late middeleeuwen en zijn door geweld om het leven gekomen. Nou, ik word niet zo gauw echt wild, maar dit is wel echt spectaculair. Ja. En dus is stadshistoricus Hans Kluit vaak bij het massagraf te vinden om het vast te leggen, want hij wil er alles van weten. Waarschijnlijk zijn deze mannen door geweld om het leven gekomen tijdens of vlak na gevechten. Hoewel mannen
Archeologen schatten de leeftijd van sommige lijken in de puberteit. Dus er werd hier wat afgeknokt ook? Er werd hier wat afgeknokt. En er werden gewoon 14, 15-jarige pubers voor ingezet? Ja, dat was normaal in die tijd. Als je een beetje een zwaard vast kon houden, neem ik aan, dan mocht je meevechten. De opgraving gaat nog wel weken duren. Maar je ziet hier de benen van de bovenste. Daaronder zie je het hoofd van de volgende. En daaronder zie je weer de voeten van het individu wat daar weer onder ligt. We zien hoe ze zijn neergelegd. En de manier waarop ze zijn neergelegd zegt iets over het feit dat we hier met een massagraf te maken hebben. Dat het geen gewone begraafplaats is. Wat er precies waar en gebeurd is van bijvoorbeeld de strijdverhalen moet nog blijken. De archeologen verwachten in de loop van 2021 meer antwoorden te hebben. We willen weten wie zijn deze jongens geweest en waarom liggen ze hier. Ja, dat is wel de grote vraag. Het is tot nog toe een anoniem graf geweest. En het zou mooi zijn als we daar toch op een bepaalde manier iets van een gezicht aan kunnen toevoegen. En dat wordt nog een hele klus daar in Vianen. Krijgt u nog het weer? Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, soms ook wat opklaringen. En het koelt uiteindelijk af tot een graad of 5. Morgen dan wordt die bewolking steeds dikker en valt er in de middag ook wat regen. Het wordt dan op de meeste plekken 11 graden. Dat was het. Maar zoals u weet, op vrijdag gaan we gewoon door met onze U-Nieuws Extra. Onze speciale uitzending. Loop even achter de kerstboom langs. Waarin u dus vragen kunt stellen over corona. En zoals elke week hebben we een gast aan tafel. En deze week is dat niemand minder dan de nieuwe burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. 2 dagen geleden beëdigd. En het begint al een klein beetje te wennen, toch? Het burgemeester zijn van Utrecht. Zeker, ja. Het is fantastisch. En het is inderdaad iets waar je een beetje aan moet wennen. Maar je hebt niet heel veel tijd, want er is zoveel werk te doen. Dus je moet ook meteen gewoon vol aan de bak. Ja, het zijn barre tijden. Ja. Hoe was het welkom? Heel warm. Ik vond dat echt heel mooi. Mijn beëdiging was noodgedwongen in een hele kleine setting. Maar daardoor niet minder mooi. En het allerontroerendste vond ik eigenlijk dat er een filmpje was gemaakt van heel veel mensen uit Utrecht die allemaal op hun eigen manier welkom hebben gezegd. En dat, dat deed mij echt wel wat. Mooi. Filmpjes met welkom zijn dus geweest. Nu komen er vandaag ook filmpjes met vragen en ook andere vragen. En die komen van onze Carolien. Want de vragen kunnen bij jou terecht, hè? Dat klopt zeker. Vragen kunnen nog steeds gestuurd worden naar corona@rtvutrecht.nl. Dus via de mail. Maar er kan ook gereageerd worden via Facebook en YouTube in de comments. Dan komen de vragen dus bij mij binnen. Dus heeft u een vraag aan onze nieuwe burgemeester van Utrecht, dan kan dat gewoon gestuurd worden. En wij zijn ook al even de straat op gegaan in Utrecht om aan de mensen te vragen: kent u onze nieuwe burgemeester al een beetje? Oh, ze komt wel heel bekend voor. Is ze actrice? Nee, zegt u het eens. Maar ik ken haar wel, maar ik kan even niet op de naam komen. Als je het zegt, dan weet ik het weer. Maar... Ze doet of iets in de medische wereld, of ze is actrice. Sharon, ja. Ach ja, natuurlijk. Dat is toch de nieuwe burgemeester? Maar ik kan even niet op de naam komen. Dat is de burgemeester waarschijnlijk nu van Utrecht. Geen actrice, hè? Nee. Dat mogen duidelijk zijn. Zeker niet. Ja, dat is het welkom in de stad. Leuk om dit te zien. Ja, tuurlijk leuk. En over een jaar weet iedereen wie ik ben. Ik denk dat dat heel snel gaat. Ja. En het gezicht was al bekend. Dat was ook wel leuk om even te zien. Dat klopt, ja. En nu de inhoudelijke vraag, hè? Ja, zeker. Want we hebben de mensen op straat natuurlijk gevraagd of ze ook een vraag hebben. En we kunnen luisteren naar de eerste. Ik vroeg me af hoe u de coronacrisis beleeft. Ja. Nou, voor mij is het eigenlijk minder moeilijk dan voor een heleboel andere mensen, denk ik. Want ik heb in mijn omgeving wel gezien, een van mijn familieleden is heel ernstig ziek geworden. Oh. Die heeft ook op de IC gelegen. En dan merk je ook onmiddellijk wat voor een enorme impact zo'n virus kan hebben. En dat het dus echt geen griepje is. Maar veel mensen in Nederland, de ondernemers bijvoorbeeld ook in Utrecht, ja, die hebben het echt zwaar. Die zien hun levenswerk gewoon kapot gaan. 1 lockdown konden ze misschien nog hebben. Deze 2e, dat kan wel eens de druppel zijn. En dat zijn wel dingen waar ik naast zeg maar de gezondheid van mensen, maar ook zorgen over maak. Heel veel mensen hebben gewoon toch economisch problemen, zien hun inkomen verdwijnen of hebben sociaal problemen. Omdat ze anders dan ik heb een gezin met 3 kinderen. Bij ons is het altijd druk en gezellig.
Maar als je alleen bent, bijvoorbeeld in zo'n tijd als deze, ja, dan is dat wel extra zwaar. Ja, ondernemers, eenzaamheid, dat zijn allemaal onderwerpen die we straks ook nog proberen te bespreken. Zeker. We beginnen heel vaak met het nieuwsoverzicht van deze week. Ja, en zoals elke week dus ook weer coronanieuws deze week. We hoorden het de burgemeester al zeggen. Het gaat over de lockdown, waarbij in het begin ook nog niet helemaal duidelijk was hoe ondernemers daar nou mee om moesten gaan. Want welke winkels moesten dicht en welke mochten gewoon open blijven? Nederland maakt zich op voor een harde lockdown. Premier Rutte maakt vanavond bekend dat niet-essentiële winkels ruim een maand dicht moeten. Het enige wat we willen is dat we er vanaf komen. En wat nodig is, dat is nodig. Vanaf woensdag 16 december tot tenminste maandag 18 januari wordt onderwijs op afstand de norm. Lege winkelstraten, de weekmarkt was er nog wel, maar dan kon je alleen je eten en drinken kopen. En ook de kerk gaat dicht, want vanwege de strenge lockdownregels zijn er met kerstavond en kerstnacht geen publieke vieringen in de Rooms-Katholieke kerk. We willen ook voorkomen dat op zo'n moment dat veel mensen dan in beweging zouden komen, dat ook wij onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat mensen die bewegingen beperken. Alleen schoonmaakmiddelen, etenswaren en hygiëneproducten zouden dan verkocht worden. Maar ja, dat mag dus ook niet. Ik dacht dat het nog gewoon een normale action was, maar hij is helemaal ingepakt. Lijkt wel op processierup daar binnen. Ja, je had in een rustiger periode burgemeester kunnen worden, als je het zo achter elkaar ziet. Zeker. Het is een hele zware periode. En dit soort discussies, hè, van hoe zit dat nou precies met de winkels, wat mag nou open zijn, wat niet. Ja, dat vraagt ook heel veel inzet van ons allemaal en duidelijkheid. En je merkt ook dat dat ook nog wel voortdurend weer opnieuw het wiel uitvinden is. Dus dat betekent ook voor bestuurders wel dat ze echt moeten opletten. En ook wat dat betreft de discussie met Den Haag bijvoorbeeld goed moeten voeren. Ja, zodat er overal hetzelfde beleid wordt uitgerold. Ja, zeker. Want het is natuurlijk niet uit te leggen als dat in Vianen anders is dan bij ons bijvoorbeeld. Ja. Ik heb u deze week ook horen zeggen, er is wat licht aan het eind van de tunnel. Dat zijn natuurlijk de vaccinaties. Ja. Daar is misschien binnenkort ook wel wat goed nieuws voor over in Utrecht. Zeker, want we hebben een fantastische GGD. Dat wil ik om te beginnen even vooropstellen. Die zeer goed georganiseerd is. Dat zullen de mensen die zich bijvoorbeeld hebben laten testen ook al wel hebben ervaren. Maar we zijn waarschijnlijk ook een van de drie regio's waar het eerst straks gevaccineerd kan worden. In Utrecht? In Utrecht of in de regio Utrecht, hè, want de GGD is een gezondheidsregio en die gaat niet alleen over de stad Utrecht, maar die is veel groter. De grootste gezondheidsregio van Nederland en ook een van de beste, zeg ik er al maar meteen bij. En dat is ook de reden waarom wij zo goed georganiseerd zijn, dat we dat vaccineren ook snel kunnen oppakken. En ik denk begin januari als een van de eerste ook aan de slag zullen gaan met die vaccinaties. En dat is belangrijk, want het is voor heel veel mensen natuurlijk toch het enige lichtpunt in deze overigens best donkere dagen. Ja, want er was al bekendgemaakt dat er drie locaties als eerste zouden zijn. Ja. Dus één van die drie wordt bij ons in de provincie. Ja, zeker. Daar gaan wij gewoon vanuit. Waar? Dat gaan we later verklappen. Want daar wordt nu naar gekeken. Het moet natuurlijk zo zijn dat we aan de ene kant een plek hebben waar we steeds blijven testen. Maar we moeten ook dat vaccineren binnen alle regels die corona zeg maar van ons vraagt ook goed kunnen doen. Dus daar moet voldoende ruimte zijn om het te doen. Dat betekent dat we eigenlijk op dit moment daar naar kijken en heel binnenkort daar ook een besluit over kunnen nemen. En dan brengen we dat meteen naar buiten. Wanneer is dat ongeveer? Nou, ik ga ervan uit dat dat binnen een paar dagen is. Ja. Want dat vaccineren begint natuurlijk ook al meteen begin januari. Hè. 8 januari is de eerste datum. Dus voor die tijd, ruim voor die tijd, moet alles klaarstaan. En ik weet dat onze GGD eigenlijk de hele organisatiekant daarvan al helemaal aan het voorbereiden is. Dus wij zijn er klaar voor. Je zou haast zeggen, dat moet toch de jaarbeurs worden, omdat daar al zo'n XL-teststraat is. Ja, maar dat is nou juist precies het issue. Juist omdat daar ook een teststraat is en die ruimte nodig is om dat allemaal goed te kunnen laten verlopen, is dat misschien niet per definitie de meest logische locatie voor vaccinaties. En we moeten het wel meteen in één klap goed doen, want daar rekenen de mensen ook op. Binnen een paar dagen weten we het. Zo en over het. Dat vaccineren, daar komen vragen binnen, hè? Absoluut. De afgelopen week hebben we ook gemerkt, daar komen wel de meeste vragen over binnen. Maar voor de vraag aan de burgemeester heb ik de volgende. Zou u zelf het vaccin nemen als u kon?
gelijk een hele persoonlijke. Ja, terechte vraag. Absoluut zou ik dat doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons laten vaccineren. Dat zie je ook aan andere infectieziekten. Als mensen zich niet laten vaccineren, neemt het risico voor de bevolking toe. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat de mensen die de belangrijkste risico's lopen, het eerst gevaccineerd worden. Daar hebben we dan straks ook een heel draaiboek voor. Met wie is het eerste aan de beurt en wie daarna. Maar ik zeg volop, ja, ik laat mij vaccineren, want dat is superbelangrijk. Als u aan de beurt bent? Als ik aan de beurt ben, ja, precies. Helder. Nog een vraag, hè? Ja, we zagen het ook al in het weekoverzicht. Veel ondernemers in het nieuws. En dan heb ik nog de volgende vraag voor de burgemeester. Hoe gaat u zorgen voor onze ondernemers en studenten in deze moeilijke tijden van corona? Dat is een dubbele natuurlijk, hè? Want, ja, want u zei het al even. Ondernemers die een eerste lockdown net hebben gered, redden die het nu wel. Wat kunt u tegen hen zeggen? Nou ja, er zijn gelukkig wel ook vanuit de regering weer een aantal regelingen voor ondernemers opengesteld. En dat is belangrijk, want daar moeten ze voor een deel ook op kunnen terugvallen. Tegelijkertijd heeft het college in Utrecht eerder ook de begroting vastgesteld. En daar ook een speciaal pakket in opgenomen om met name de economische ontwikkeling van Utrecht ook verder te versterken. Dat gaat om zo'n ruim 10 miljoen euro. Die wordt gestoken in het aantrekkelijk maken van het klimaat hier. Ervoor zorgen dat er toch ook weer bedrijven blijven komen. En ja, wij hopen eigenlijk op die manier ook nog een klein beetje naast al die landelijke regelingen onze eigen steentje bij te kunnen dragen. Maar het is wel zo dat het voor heel veel ondernemers een hard gelag is. Want niet alles wordt vergoed. Hè, dus mensen komen op een gegeven moment financieel ook echt wel heel erg klem te zitten. Nog kort ook even de studenten, want die werden ook geroepen. Studententijd is iets heel moois. Met z'n allen naar de kroeg studeren. Ja. Nu zitten er heel veel alleen in hun studentenkamer. Ja, dat is ook echt wel een groep, de jongeren in bredere zin. Niet alleen de studenten, maar ook de pubers bijvoorbeeld. Waar ik me echt wel zorgen over maak. Omdat je merkt dat normaal zij gewend zijn om ongelooflijk te genieten van het leven. Heel veel vrijheid hebben. En die wordt nu drastisch ingeperkt. En we kunnen daar eigenlijk ook geen uitzonderingen op maken. Want we zien ook dat bijvoorbeeld vooral pubers heel besmettelijk zijn. Het virus waart onder hen rond. Zij worden daar zelf eigenlijk vaak niet zo ziek van. We gaan wel naar opa en oma. Maar ze gaan wel naar hun familieleden en besmetten mensen dan. En dat is natuurlijk toch wel iets wat echt heel vervelend is. Maar die jonge mensen, die zijn kwetsbaar. Dus wat we bijvoorbeeld in Utrecht wel doen, is ook in de komende tijd de buurthuizen open houden voor hen. Daar moeten ze natuurlijk op afstand van elkaar blijven. Dat ze maar nog we wel hebben een plek activiteiten hebben. Ja. En een plek waar ze ook terecht kunnen. We organiseren ook op sportiviteit dingen voor ze. Dus we proberen ook met extra aandacht voor deze groep dingen te doen binnen alle beperkingen die mogelijk zijn. Kijk aan. Ja, in deze uitzending praten we natuurlijk altijd over corona, in dit geval de lockdown. Maar we krijgen ook veel vragen over de burgemeester zelf binnen, over u dus. Okay. Want waarom eigenlijk burgemeester worden van Utrecht? Nou, dat is toch de mooiste stad van het land, zou elke Utrechter zeggen. Het is een hele grote stad en tegelijkertijd ook een hele warme en benaderbare stad. En echt nog een stad met een hart, met karakter. En ik heb hier nooit gewoond en ook niet gestudeerd, maar ik ben hier wel heel veel geweest. En als je hier door de stad heen loopt, ook vandaag weer, je ziet het gewoon. Hoe mooi het is en tegelijkertijd is er heel veel te doen. En eigenlijk al die dingen die er te doen zijn, die stad groeit, dat gaat gepaard met groeipijn. Er moet meer openbaar vervoer komen, er moet geïnvesteerd worden in nieuwe woningen. Ja, dat zijn ook allemaal onderwerpen waar ik veel ervaring mee heb, die mij aanspreken en waarvan ik dacht, dat daar past heb ik misschien wel ook wel iets bij te dragen. Ja. Kijk aan, er komen vragen binnen voor de burgemeester. Hè? Ja, zeker. Deze vraag komt van Mathieu. Wat is burgemeester zijn lievelingseten? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Ik zou zeggen kipcurry, die ik zelf maak. En, want ik hou ontzettend veel van koken. En dat is een van de dingen die ik in mijn vrije tijd ook graag doe. Ik kan ook heel goed sambal maken, maar ik denk dat kinderen dat niet zo lekker beetje vinden. Beetje pittig dus, mag het ik wel zijn. Ik hou wel van een beetje pit, ja. Kijk eens aan. Toch een vraag? Absoluut, kunnen we even naar gaan kijken. Ik woon al met veel plezier ruim 30 jaar in Utrecht en de stad is er flink op vooruit gegaan. Er is één ding wat mij zorgen baart, dat is hoe de gemeente omgaat met burgerparticipatie. Voorbeeld daarvan maak ik zelf mee aan de Weertsingel, waar fietsplan wordt uitgerold, waarbij niet naar de burger wordt geluisterd en de gemeente gewoon doordendert. Wat gaat u daaraan doen? Hoe gaat u zorgen dat uw burger wel serieus wordt genomen en ook naar hen wordt geluisterd?
Misschien wat meer in het algemeen, want er komt bij een specifiek voorbeeld. Maar het is natuurlijk wel herkenbaar. Hè? Een gemeente die doordendert in plannen. Hoe krijg je de burgers nou mee? Ook in coronatijd natuurlijk. Nou, dat is ook echt heel ingewikkeld. En ik denk dat meneer Vossen hier ook wel een pijnpunt te pakken heeft. Hè? Want aan de ene kant zie je dat er in Utrecht echt ongelooflijk veel gebeurt. En dat moet ook, want de stad groeit. En daarvoor is het ook nodig dat het blijft passen. En tegelijkertijd wil je ook dat mensen daar invloed op uit kunnen oefenen. Alleen invloed op iets uitoefenen betekent ook weer niet altijd dat alles zo gaat als dat jij wil. Hè? Dus dat maakt het ook soms heel spannend, ook voor bestuurders. Want je wil mensen laten meepraten. Maar je moet denk ik van tevoren ook wel duidelijk eerlijk zijn over waar heb je dan invloed op als burger. Waar misschien minder. En dat we dit beter kunnen doen, dat neem ik echt aan. En dat is ook gewoon een soort van oefenen in hoe doen we dat nou op een manier die ook tot tevredenheid leidt. Zonder dat we kunnen garanderen dat iedereen altijd zijn zin krijgt. Ja. Dus daar ga ik ook wel mee aan de slag. Zullen we ook met de wethouders samen over moeten nadenken van wat kan daar. En ook eerlijk moeten zijn dat dingen soms gewoon niet goed gaan. En ook wel eens dat het niet altijd zo kan als iedereen wil. Ja, we moeten omwille van de tijd snel door. Want ja, de feestdagen komen er ook al aan. Kort, hoe gaat u die doorbrengen? Nou, met een curry? Misschien of iets wel. Anders lekkers? Met iets anders lekkers. Ik denk dat mijn kinderen wel verwachten dat ik iets voor ze ga maken. En wij zullen dat gewoon in onze eigen kleine familie. We hebben 3 kinderen, dus dat is ook weer niet zo klein. Doen. En ik ga wel bellen met mijn familieleden. Met name met mijn moeder die in Groningen woont. Mijn broertje is daar, dus daar ben ik heel blij om, want anders zou ze alleen zijn. En dat is wel iets waar ik ook wel aandacht voor wil vragen. Want veel mensen zijn met kerst alleen. Dus laten we naar al die mensen even omkijken als het kan. Bel een keertje extra, videoverbindingje maken als het kan. Hè. Als je wel een laptop hebt, dan zou dat mooi zijn. Ja, want tot slot, de televisieuitzending zit er alweer bijna op. Op social media blijven we gewoon lekker doorgaan, dus blijf daar zeker kijken. Nog iets te zeggen aan de Utrechters, juist richting de feestdagen die voor veel mensen toch wat moeilijker zijn? Ja, dat zou ik heel graag willen. Ik heb in mijn speech daar ook aandacht aan besteed. Ik zag vandaag in de krant ook allemaal tips van hoe kun je nou mensen in jouw omgeving, waarvan je weet dat ze alleen zijn, toch een klein beetje liefde en aandacht schenken. En dat gaat over bel eens iemand of ga buiten op afstand misschien met elkaar een koffietje drinken. Maak een wandeling samen. Besteed aandacht aan mensen die in jouw omgeving zijn, die de komende dagen alleen zijn en voor wie zo'n lockdown sowieso een hele zware beproeving is. Dat zou wel mijn boodschap zijn voor de Utrechters. He, met een beetje aandacht geef je mensen ook een cadeau. Zo is het. Hartstikke bedankt. Dit was het televisiegedeelte van U-Nieuws Extra Corona Vraag en Antwoord. Bedankt weer voor het kijken. Ik wens u een heel mooi weekend. Dag. Leuk dat jullie er nog bij zijn op de socials. Carolien, want er komen nog steeds veel vragen binnen. Er komen inderdaad vragen binnen. En ik heb hier één vraag. We hebben het er net ook al even over gehad. De ondernemers die niet goed wisten of ze nou open konden of niet. En een beetje de randen aan het opzoeken waren. En de vraag is dan eigenlijk, hoe gaat u proberen dat iedereen toch dezelfde, met de neuzen dezelfde kant op blijft wijzen? Ja, want aan de ene kant heb je je wilt inkomsten hebben, aan de andere kant moet je dicht. Ja, hoe krijg je iedereen mee in dit soort moeilijke beslissingen? Ja, dat is heel lastig, maar het begint wel met heel duidelijke regels. En wat je toch wel merkt, en dat zal ik ook als lid van het Veiligheidsberaad, daar mag ik maandag dan voor het eerst naartoe. Met de andere 25 burgemeesters. Met al die andere burgemeesters. Ook wel echt nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het kabinet. Van jongens, het moet glashelder zijn wat wel en niet mag. Want als je heel veel grijze gebieden hebt, dan levert dat ook heel veel verdriet op. Van mensen die denken, oh, daar pas ik misschien toch wel in. En dan gaat het op de ene plek net anders dan op de andere. En dan krijg je daar ook heel veel wrevel over. En het zal sowieso in onze samenleving heel lastig zijn. Want de rek is er ook een beetje uit, merk ik. Bij de mensen? Ja. He, mensen zijn natuurlijk al een keer eerder in lockdown geweest. Dat heeft heel veel met ze gedaan. Wat ik al zei voor die ondernemers is dat zo'n tweede lockdown met ook toch een wat onduidelijke eindtijd. Want 19 januari is het op zich voorbij. Als de besmettingen afnemen. Precies, dat wordt pas 12 januari uiteindelijk besloten. En je moet er toch ook altijd rekening mee houden dat dat virus nog niet onder controle is. Dus dat maakt het echt voor heel veel mensen ongewis. Ja, moeilijke periode, de rek is eruit. Ja, wat kun je dan ook doen als burgemeester? Want de regels,
Dat zijn nu eenmaal de regels. Ja, dat klopt. En ik wil daar ook eerlijk in zijn. Die handhaven we ook. He, dus daar maken wij geen uitzonderingen op. Want uiteindelijk moeten we ook met elkaar echt dat virus onder controle blijven krijgen. Maar ik ben er wel voor de mensen. Want een van je kerntaken als burgemeester is ook burgermoeder zijn. Dus dat betekent dat je er ook bent om eens een keer, nou ja, in dit geval virtueel, iemand een hart onder de riem te steken. Ik ga natuurlijk toch nadenken hoe ik ook fysiek in de stad wel mensen kan blijven zien. Al was het maar bijvoorbeeld bij mensen die in een verzorgingshuis zitten, dat ik buiten sta in mijn eentje voor een raam en met ze wel kan praten. Want daarmee ben je wel in de stad en ben je zichtbaar en doe je toch niks wat niet mag volgens de regels. Kijk aan. Carolien. Ja, we hebben ook nog een vraag. En die heeft ook wel een beetje te maken met op bezoek gaan. Want dan kunnen we even naar Jenny Lindhout gaan luisteren. Sharon, ik zou je graag uit willen nodigen in onze buurtmoestuin, de Voortuin, in de wijk Voordorp. Nu hoorden we laatst van de plannen dat daarnaast twee flatgebouwen moeten komen van 8 verdiepingen hoog. Waardoor het hele gebied in de schaduw komt. Dus we zouden het heel leuk vinden om jou die plek te laten zien. En we zouden het leuk vinden als je met ons meedenkt hoe we het zo kunnen gaan maken. Daar willen wij zelf ook graag over meedenken. Dat voor de buurt nog steeds een hele mooie plek wordt. Want een moestuin in de schaduw, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar ja, er moeten natuurlijk ook wel heel veel plekken bijkomen voor al die Utrechters die nu nog wachten op een huis. Hè. Dus dat is ook precies die groeipijn. Die heb je hier volgens mij in de kern te pakken. Ik heb heel veel verzoeken om overal langs te komen. Dus wij gaan ook zoveel mogelijk al die verzoeken inwilligen. En als het nou mij niet persoonlijk lukt, dan hebben we ook altijd nog een paar wethouders die zeer ambitieus zijn en daar ook natuurlijk naar willen kijken. Maar wat ze aanstipt is denk ik ook een terecht punt. Van hoe zorg je er nou voor in een stad die groeit, waar heel veel huizen bijkomen binnen de bebouwde kom, en dat het ook leefbaar blijft. Dat is denk ik een belangrijk punt. Ja, parken, moestuinen zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Ja, zeker, want heel veel groen, dat hebben we denk ik eigenlijk ook in deze coronatijd extra gemerkt. Dat is wel nodig. Ja, als je een 1,5 meter samenleving wilt organiseren, nou, het woord zegt het al, dan heb je ruimte nodig en ook ruimte om ja, goed te kunnen verblijven. En dus parken en speelplaatsen voor kinderen, zeker in buurten waar heel weinig ruimte is, zijn eigenlijk heel groot goed. Ja. Kan dat nog, als er zoveel woningen bij moeten komen? Nou, dat is een evenwicht wat wel gezocht moet worden. Dus het gaat om en verdichten, het zegt het ook al. Maar eigenlijk moet je tegelijkertijd ook wel radicaal wel groene ruimtes blijven creëren. Omdat als je dat niet doet, ja, dan krijg je natuurlijk toch een situatie waarbij het heel moeilijk leefbaar wordt. En ik denk dat dat nou precies het evenwicht is waar het college en de wethouders ook op zoek naar zijn en waar ze aan werken. Kijk aan. Ik heb een vraag van Rick gekregen via YouTube. Sinds de eerste lockdown hebben we tijd gehad om maatwerk te leveren voor tijdens de tweede lockdown. Toch lijkt het er niet echt op dat er nu maatwerk wordt geleverd. Hoe kijkt u hier tegenaan? Dat is natuurlijk een veel grotere vraag dan alleen de stad Utrecht. Ja. Nou, het is lastig ook. Kijk, ik snap wel een beetje waar de vraag vandaan komt. Ik denk dat het maatwerk op het terrein van bijvoorbeeld regelingen voor mensen die bijvoorbeeld als ZZP'er hun baan kwijtraken, eigenlijk behoorlijk goed op orde zijn. Maar wat je wel merkt, dat zie je natuurlijk landelijk ook, is dat er toch wel veel discussie is over hoe gaat dat nou met dat vaccineren? Zijn we nou wel op tijd? Is iedereen erop voorbereid? Kijk, wat ik blij mee ben, is om bijvoorbeeld in Utrecht te zien hoe goed onze GGD georganiseerd is. He, we waren er alsmaar klaar voor. We hadden hier ook niet voor niets zo'n hele grote XL-teststraat vrij snel uit de grond gestampt. We zijn ook weer klaar voor het vaccineren. Maar ik kan me best wel voorstellen dat als je de landelijke discussie volgt, ook gewoon als krantenlezer, dat je daar als bewoner wel eens van denkt van ja, is dat allemaal wel goed voorbereid en goed bedacht? Ja, dat is het. Maar er gaan ook wel dingen mis. En de premier heeft natuurlijk ook gezegd, hè, we sturen in de mist. En dat is het kennelijk nog steeds wel een beetje. Ja, dus het blijft soms een beetje, dat gevoel is wel begrijpelijk bij sommige mensen. Ja, dat begrijp ik. En daarom zei ik ook al, de samenleving heeft een enorme veerkracht. Maar we moeten wel met elkaar ook om de samenleving een beetje heen gaan staan. En ze ook wel, al onze bewoners wel een beetje helpen om deze moeilijke tijd door te komen. Want we vragen heel veel van mensen. En daar moeten mensen wel het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. Ja. We zijn ook even de straat opgegaan om te kijken of de mensen u ook eventjes nog wat willen toewensen.
Gewoon lekker oppakken wat Fasane eigenlijk. Ja, wat Fasane opgebouwd heeft, dat zij het lekker doortrekt. Ja, ik hoop gewoon dat ze het. Dat ze ook gewoon kijkt naar de mensen die hier wonen. Ik maak Utrecht nog gezelliger. Het is al gezellig, maar misschien nog gezelliger. Ik wens er wel veel plezier en dat ze gewoon lekker de best gaan doen. Lekker de best doen, dat is belangrijk. Dat vind ik hartstikke goed. Ja, en veel plezier, want we hebben het over veel moeilijke dingen gehad. Maar ik zie er ontzettend naar uit. En ik heb al heel veel plezier in het werk. En gewoon lekker mijn ding doen, dat vind ik eigenlijk wel een heel goed adagium. Dus daar ga ik me aan vasthouden. Vol enthousiasme. Zeker. Mooi. Zijn er nog vragen of zijn we bijna klaar? We zijn rond. Dat dacht ik al, want dit was zo'n mooi einde. Heel veel succes met alles. Gaat er nog een persoonlijk vraagje op het moment dat we allemaal gevaccineerd zijn? En er kan weer wat meer. Gaat er dan nog een soort fysieke kennismaking met de stad komen? Springt je op de fiets of met de auto? Ja, zeker. Ik ga zeker op de fiets rond. Dat was eigenlijk ook al het plan. Dus als die harde lockdown weer voorbij is, dan gaan we dat ook echt groots en meeslepend doen. En ondertussen ga ik het ook al op mijn manier binnen de regels die er nu zijn doen. Want ik vind dat je echt gewoon je bewoners moet leren kennen. En daar ga ik alles aan doen om dat mogelijk te maken. Dus we gaan u snel zien. Zeker. En anders gewoon via jullie. Want dan ziet iedereen het ook. Altijd welkom. Goed zo. Hartstikke bedankt. En dit was hem dus. Unieuws Extra Corona Vraag en Antwoord. Bedankt weer voor het kijken. En maak er een lekker weekend van. Hoi.